Goedemiddag, je raadt het al. Het is donderdag. Ja, dan begin ik pas in de middag te vloggen of zo. Ochtend is ook niet heel spectaculair, omdat ik best wel vroeg weg moet. En dan is het gewoon nog veel te donker om te filmen. En ik ben veel te chagrijnig. Echt, ik ben geen ochtendmens. Ik moet altijd even bijkomen. Nou, het werk zit er weer op. En ik had speelgoed meegekregen. Ik vertelde van mijn plannen aan mijn cliënt. Dat ik als gasthouder wil gaan werken, want ik moet natuurlijk gaan stoppen bij de cliënten. Dus ja, ik moet dat ook vertellen en mensen vinden dat heel erg lastig dat ik dan wegga. Maar ja, soms moet je knopen doorhakken en keuzes maken en dan moet je ander werk gaan doen als dat beter bij je past. Maar ze had nog een tafeltje en een stoeltje staan en een bak met speelgoed en dat gingen ze toch niet meer gebruiken, want de kleinkinderen zijn al, de jongste is 15, dus nee, die spelen dan niet meer met kleinkinderspeelgoed. Dus dat heb ik meegekregen en hartstikke lief, echt dat ik zo gesponsord word dan. Dus ja, ik heb mijn lunch al achter me kiezen, mijn zusje komt zo eventjes langs. Liefst dat ik eventjes een paar uurtjes mijn bedje ingedoken, want het wordt een lange avond, want ik heb ook vanavond nog een afspraak bij Vitré Pleegzorg, want mijn andere pleegdochter die gaat op zichzelf wonen, die woont hier niet meer, dus die plek heb ik nog steeds, ik heb gewoon een plek nog voor een pleegkind, ik heb daar nog een ruimte voor over en ik heb zitten nadenken over crisisopvang te gaan doen of ja, in ieder geval kortdurend verblijf, want ik ga me veel te verhechten aan de kinderen dan. Dus voor kort is het prima, maar niet voor heel erg lang of zo. Want stel je voor dat ze dan weer teruggaan naar hun ouders natuurlijk. Dan, wat ook gewoon natuurlijk de beste oplossing is, hè, dat kinderen teruggaan naar hun ouders. Maar dan denk ik dat het voor mij persoonlijk handiger is als ze voor de dagopvang komen. Of voor een weekendopvang, of voor crisisopvang. En ze zoeken dus nog heel veel meer pleegouders. Er zijn er veel te weinig en dat vind ik zo jammer, want mensen denken dat je getrouwd moet zijn bijvoorbeeld, een groot huis moet wonen, een expert moet zijn op het gebied van kinderopvoeding en zo. Dat is allemaal niet waar, want je wordt supergoed begeleid door de pleegzorgbegeleidster. Je kan je met al je vragen terecht. Plus, ik ben ook alleenstaand. En als jij als stabiel persoon dat gewoon aan kan, dan kan je gewoon pleegouder worden. Je krijgt wel een zware screening. Ook voor een pleegzorg, wat ik al heb gedaan, heb ik ook een screening gehad. Maar iedere keer als je opnieuw in een traject stapt, moet je opnieuw die screening ondergaan. Die is vrij pittig. Je krijgt gesprekken, je krijgt trainingen, cursussen. Dus ja, ik ga het traject gewoon weer opnieuw in. Want ik wil daar gewoon mee helpen. Ik ben gek op kinderen en ik wil er gewoon ook mee verder gaan. Dus ik duik er weer in. En als gasthouder en als pleegzorgmoeder, pleegmoeder noem je dat dan. Ik ga op mijn zusje wachten. Ik hoop echt dat ik vanmiddag nog even tijd heb om die vlog te monteren voor morgen. Want ik heb dus weer geen voorraadje. Heel handig altijd voor mij. Dus dat moet ik nog eventjes gaan doen. Ik moet nog een vlog monteren, klaarzetten voor morgen. Sanne halen straks van de BSO. En dan even eten. En dan vanavond naar de informatieavond van Vitré Pleegzorg. Tot straks. Sorry, ik ben echt de slechtste vlogger ever. Sanne heb ik opgehaald, die zit daar. Ja. Oh. Maar het eten is al bijna klaar, dus ik heb helemaal niet laten zien hoe je bobotie maakt. Ik laat jullie toch even zien. Het is rijst met persiebonen en gehakt. En saus. Het pakkie. Uit deze dus. Er is geen reclame. Ik hoorde net op de radio dat we dus geen sluikreclame mogen doen. Nou ja, ik heb gewoon dit pakje gekocht en ik ben dat gaan koken. Ik maak geen reclame of zo. Ik vind het gewoon lekker eten. Ik laat even zien hoe de stand van zaken nu is met het eten. Dit is de rijst. Die moet ik zo al afgieten. En hier staat de bobotie in de oven. En die mag er ook al bijna uit. En Daniella die komt zo hier naartoe, die komt eten. En Steven en Michelle zijn naar een concert van Eden. Geen idee, ik heb een cover gehoord van muziek van Michael Jackson dat ze na hadden gedaan. Super tof. En ze zijn naar dat concert samen met Walid. Dus hopelijk filmen ze wat. Krijgen jullie die beelden ook nog eens even te zien. Ik ga gauw naar me eten. En het is inderdaad alweer laat.
Ik ben naar een informatieavond geweest van Vitré Pleegzorg. En ja, veel informatie gekregen over de verschillende soorten van pleegzorg. Zoals crisisopvang, korte opvang, langdurige opvang. Allerlei soorten filmpjes gezien ook. Ik was al een keertje naar zo'n informatieavond geweest. Ik heb het traject natuurlijk al een keertje helemaal doorlopen voor mijn pleegdochter. Maar of ik het weer zou willen, ik denk het wel, maar niet nu. Ik wil me eerst focussen op gastkinderen, dat stabiel loopt. En dan kijken hoe de ruimte zich verhoudt met eventueel een pleegkind. Want het zet natuurlijk wel weer alles op zijn kop. Want zo'n kindje komt met een geschiedenis natuurlijk, is niet zomaar uit huis. Dus die heeft gewoon wat meegemaakt. En die verdient gewoon de beste zorg die er is. En niet een gastouder die nu nog moet wennen, zelfs nog aan de gastkinderen in een hele nieuwe situatie. Maar ik denk dat in de gesprekken met pleegzorgbegeleidsters ook wel naar voren had gekomen hoor. Dat het misschien verstandig is om heel even te wachten. Maar dat ik nog een kindje wil helpen, dat is zeker. Dat is echt één ding dat zeker is. Ik ben nog veel te jong om op mijn lauweren te gaan zitten als straks de kinderen de deur uit zijn. En het maakt dus ook niet uit of je alleenstaande moeder bent. Maakt allemaal niks uit. Maakt niet uit of je in een villa woont of gewoon in een rijtjeshuis. Maakt echt niet uit. Zolang je een groot hart hebt en je bent stabiel en je kan je inleven in de problematiek van het kind. En je staat ook open voor alle adviezen die er worden gegeven. Dan kan je pleegouder worden. Als je hart maar groot genoeg is. Dat is het. Dit is een hele korte vlog geworden. Dus ik ga hem samenvoegen met die van morgen. Dus jullie krijgen 2 dagen in plaats van 1 dag. Dus ik ga hem niet afsluiten. Ik zie jullie morgen weer. Doeg!